Nou, het is nog een beetje warm, want het is net gemalen. Ja. Pure ambacht. Aan liefde voor het vak ontbreekt het niet bij de bakkers van Hartogs. En ja, graan was al duur, maar met de vaste leverancier zijn daar voor de lange termijn nog wel iets van afspraken over te maken. Zorgelijker zijn de gasprijzen. Want ja, brood moet gebakken worden bij 200 graden. Prachtige ovens, maar ik hoop dat ze kunnen blijven branden. Doe maar weer snel dit dan. Ja. 80% van alle bakkers is daarvoor aangewezen op gasovens. En met nog weer een laatste prijsstijging van 31% voor een kuub gas, vrezen ze aan de Wieboudstraat het nieuwe termijnbedrag. Nou, we zitten op een maandbedrag, daar maken we geen geheim van. Op dit moment van 3500 euro. Ja, wordt het zometeen 35.000 euro? Of wordt het nog gekker? Misschien gaat het wel 20 keer omhoog. Ja, alles gebruikt natuurlijk stoom. Nou, al onze persen gebruiken ook stoom. Dat wordt allemaal gemaakt door onze stoomketel. Even verderop in de Indische buurt, bij de oudste stomerij van de stad, is het van hetzelfde laken een pak. De prijzen van zeep en wasverzachters gingen al door het dak, maar de energierekening voor de stoomketel gaat het de komende maanden echt spannend maken. Dus dit is het kloppend hart van je bedrijf, dit maar is ook een beetje het zorgenkindje op dit moment? Dit is tot nu toe nu eigenlijk de hoogste kostpost was, hebben. Dat is de energierekening. Dus de ondernemers ontkomen er niet aan om verre van het volle pond, maar toch weer de prijzen te verhogen. Is het nog een beetje te betalen allemaal? Helemaal niet, het is afschuwelijk. Ja? Maakt u zich zorgen over de inflatie zeker. En zo? Ja? Zeker, heel veel zorgen. Heel veel zorgen. En daar waar kan, wordt er energie bespaard. We proberen natuurlijk wat harder door te werken, zodat we natuurlijk de stoomketel iets sneller uit kunnen zetten. Omdat elke keer als die door blijft draaien, dan kost het geld natuurlijk. Maar als er niks gebeurt vanuit de overheid, dan ziet Tichelman zijn eigen bedrijf na 128 jaar ook deze storm wel overleven. Maar vreest hij voor veel van zijn collega's. Het is het mooiste vak wat er is. En daar moeten we wel zuinig op zijn. Zet het op. Gaan er een hoop het niet redden deze winter? Ik verwacht zeker dat er een hele hoop gaan omvallen. Ja.